Ik ga u iets vertellen over met name modellen en simulaties van zelforganisatie. En dat is met de volgende bedoeling. We willen grip krijgen op het begrip zelforganisatie. En dat wilt u waarschijnlijk ook. Hier heb ik een omschrijving gegeven van wat zelforganisatie is. Maar u zult merken dat termen als zelforganisatie en emergentie en dergelijke allerlei verschillende connotaties hebben. Dus ik ga proberen het wat concreter te maken aan de hand van een aantal voorbeelden. En de grote vraag die daarbij centraal staat is van wat zijn nou de voorwaarden waaronder zelforganisatie tot stand komt. En dat is helaas niet in het een algemeen te beantwoorden, want die voorwaarden zijn sterk afhankelijk van het toepassingsdomein. Dus of we denken aan het verbeteren van een organisatie of de zelforganisatie in een management context of in het verkeer of anderszins. Dat zijn allemaal verschillende toepassingsdomeinen en dan zijn die voorwaarden ook allemaal verschillend. Dus onze benadering om toch een antwoord te krijgen op die vraag is om te werken met modellen en simulaties. En vaak zitten er knopjes aan die simulaties waarmee je het gedrag van het model kunt beïnvloeden. Nou, het is belangrijk om te benadrukken dat die modellen dat abstracties zijn van de werkelijkheid. Het heeft helemaal geen zin om de werkelijkheid in alle detail na te bootsen. Je wil juist die elementen uit de modellen of uit de werkelijkheid halen en in je model stoppen die relevant zijn of waarvan je vermoedt dat ze relevant zijn. En die dan vervolgens gebruiken om inzicht te krijgen in het zelforganiserend gedrag. Nou, wat zijn nou de voorwaarden voor zelforganisatie en agentmodel? Ik zei al in het begin, die voorwaarden kun je niet algemeen stellen, want dat is heel domeinafhankelijk. Maar er is wel een werkwijze die succesvol kan zijn. Het belangrijkste is definiëren het zelforganiserend gedrag. Wat is het gedrag waar je op uit bent? Bijvoorbeeld houtsnippers op een hoop gooien. Dan identificeer de parameters. Wat is belangrijk? Wat zijn de belangrijke parameters in je systeem die je kunt beïnvloeden of waarvan je weet dat ze belangrijk zijn? En dat is meestal iets wat domeinexperts die geïnteresseerd zijn in het toepassen van zelforganiserend gedrag heel goed weten. Dan vervolgens maak je een simulatiemodel. En dat is altijd een abstractie zoals ik gezegd heb. Nou, dan is de grote vraag, wat neem ik wel in mijn model op en wat niet? En dat is een heel moeilijke vraag, want sommige dingen kunnen schijnbaar onbelangrijk zijn, maar die kunnen uiteindelijk toch heel belangrijk blijken te zijn. En dan ga je de parameters variëren, dus je gaat met die schuifjes aan de gang, zoals ik net ook deed, en je observeert het gedrag. Het is typerend zo dat je dit iteratief doet. Dus je maakt een eerste model, je bespreekt dat met de domeinexpert en dan ga je het nog een keer doen. En zo heb je een iteratief gedrag waarbij je elke keer die abstractie verandert of aanpast aan de nieuwste inzichten. Mijn statement is dus dat modellen en simulatiemodellen heel erg belangrijk zijn. En dat die simulaties interactief moeten zijn om samen met de opdrachtgever of de domeinexpert te kijken van is dit nu het gewenste gedrag of is dit een goede abstractie als model. En het belangrijkste toets is natuurlijk, kun je voorspellen wat er gebeurt met dit model. Klopt het ook met wat je in de praktijk observeert? En de reden dat je dat wil doen is met name omdat onze intuïtie wij zijn opgeleid om lineair te denken, dus een kleine stapje heeft kleine gevolgen. En niet in termen van een klein stapje kan hele grote gevolgen hebben. Dus dat is de reden dat je je toevlucht moet nemen tot modellen. En je kunt nog zeggen, waarom doe je het niet meteen helemaal wiskundig? Nou, vaak zijn ze ook te complex om met wiskunde door te rekenen. Dus we hebben simulatiemodellen nodig. Met name wanneer je met meer realistische domeinen werkt. Dank u wel. Ik ga het hebben over zelforganisatie en emergentie. En eigenlijk vooral over emergentie. Omdat ik denk dat een van de redenen waarom veel mensen zo geïnteresseerd zijn in zelforganisatie, juist dat punt van emergentie is. Het idee is dat zelforganiserende systemen iets extra's creëren. En dat dat extra's belangrijk is. En wat ik heel graag wil begrijpen, wat ik graag met u een beetje wil doornemen, is van wat dan dat extra's is en waarom het dat dan belangrijk zou kunnen zijn. Wat is emergentie? De simpelste formulering is het geheel is meer dan de som der delen. En dat moet je eigenlijk uiteenleggen in twee dingen. Er ontstaat iets nieuws. We gaan straks kijken van wat is dat dan, dat nieuws? Dat nieuws is belangrijk. Het is niet zomaar een nieuw fenomeen dat ontstaat, maar het speelt een causale rol. Het levert een eigen bijdrage aan het geheel. Goed, er ontstaat iets nieuws. Ja, wat is nieuw? De meest voor de hand liggende definitie is iets dat zich nog heeft voorgedaan. Maar dat is natuurlijk veel te vrijblijvend om van emergentie te spreken. Je hebt een biljartbal, je hebt nog een biljartbal en met twee biljartballen kun je botsen. Dat is inderdaad nieuw. Maar om nou botsende biljartballen emergent te noemen, dan is die term eigenlijk betekenisloos geworden. Want die is bijna overal op van toepassing. Heel belangrijk is dat er iets kwalitatief verschillends ontstaat. En een klassiek voorbeeld is dan de vloeibaarheid van water.
één H2O-molecuul is niet vloeibaar. Als je een heleboel H2O-moleculen bij elkaar brengt, dan zijn ze wel vloeibaar. Er is een bestaande bepaalde interactie tussen die moleculen. Dat heeft te maken met de elektrische geladenheid die een beetje polair is. Dus kwalitatief verschil is echt heel belangrijk als het gaat om begrijpen wat we bedoelen met nieuw. Daarnaast is het onverwachte ook heel belangrijk. Het zijn vaak dingen, en dat is een belangrijk voordeel van zelforganisatie en emergentie, het zijn vaak effecten die je niet makkelijk kunt voorzien. Dat heeft voor een deel te maken met waar Erik het over had, dat wij niet gewend zijn om niet lineair te denken. Goed, het geheel is dus meer dan zonder delen. En het gaat over wat nieuw dan zou kunnen zijn. Kwalitatief verschillend en onverwacht in een diepe zin van het woord is een belangrijk aspect. Maar er was natuurlijk nog een tweede aspect, namelijk het leveren van die eigen bijdrage. En de standaardterm daarvoor is eigenlijk downward causation. En het is belangrijk om eigenlijk al van tevoren aan te geven dat het hierbij niet gaat om instructies of voorschriften. Het is niet de baas die vertelt wat er moet gebeuren. Het gaat om een ander soort van downward causation. Hoe moeten we ons dat voorstellen? De beste manier om daarover na te denken is een soort van whole part constraint. Je hebt hier onderdelen die samen een wiel vormen. Als dat wiel eenmaal gaat rollen, worden die onderdelen meegenomen. Die kunnen eigenlijk niet anders dan meegaan met het grote geheel. Dus dat grote geheel, dat gedrag van het grote geheel, vormt constraints, inperkingen op de mogelijke gedragingen van die onderdelen. En het is juist door die beperking dat je die grotere functionaliteit krijgt. Het systeem is dan niet meer helemaal random, niet meer helemaal los, als los zand aan elkaar hangend. Maar het grijpt zodanig op elkaar in dat er sturingsmogelijkheden ontstaan zonder dat je een bestuurder hebt. Dat is eigenlijk de downward causation, waar zelforganisatie onder bepaalde omstandigheden voor kan zorgen. Conclusie. Emergentie is dus kwalitatief nieuw, onvoorspelbaar in een wat diepere zin van het woord, met die downward causation. En opnieuw, die downward causation, dat wil niet zeggen dat het van bovenaf een instantie is die instructies geeft, het is niet de baas. De downward causation is gewoon de uitwerking van het systeem als geheel op zijn onderdelen. Dus niet van één aspect van het systeem, nee, het is het systeem als geheel. Hoe stimuleer je emergentie? Nou ja, hou het vloeibaar. Zorg voor voldoende interactie. Dus niet zoals bij de stoom dat de watermoleculen in dit verband maar gewoon een beetje los van elkaar dwarrelen. Ook niet zoals bij ijs dat het allemaal een rigide structuur wordt. Dan krijg je van die mensen die vastzitten op de rolstappen in dat filmpje van vanochtend. Maar zorg dat er een semi-ordening is met vrijheid voor afwijkingen zonder dat het te veel of te weinig is. Dat is de beste kans om dan tot emergente resultaten te komen. Dank u wel.